Maandag 9 oktober ging het herdenkingsevenement The Island weer van start. Hier worden de gevechten in de Betuwe tijdens de Tweede Wereldoorlog nagebootst. Er is een pop-up museum opgezet en er zijn voertuigen te zien uit de Tweede Wereldoorlog. Dit weekend zijn er nog meer activiteiten. The Island is tweeledig. The Island is een begrip, het gebied om de Betuwe. Een andere is de tijdsperiode waarin hier in deze regio gestreden is. En een totale periode van 198 dagen. Dat is die island. De geallieerden noemden dit een eiland, omdat het geheel omgeven is door water. En toen ook in een natte periode, dus hoge rivieren, veel water om ons heen. En je kon hier alleen maar of met een bootje of een van de weinige bruggen komen. Zodoende het eiland, die island, zoals de Britten en later ook de Amerikanen het noemden. De schijngevechten worden nagebootst door reenactors. Zij verblijven deze week ook op het terrein, in tenten, waar ze in zullen slapen. Ja, wat wij deze week gaan doen is battles doen, reenactment. Eigenlijk is ook de bedoeling morgenochtend dat we met bootjes van Randwijk naar Renken gaan om operatie Pegasus te doen. Maar ik hoorde dat ze missen nog één reddingsduiker. We moeten er twee hebben, dus het is de vraag of het morgen doorgaat. En er is ook morgen ook middag bij Heteren een ceremonie bij het monument. Dit is een van de meest bekende locaties eigenlijk over de hele wereld. Als je in Normandië of in Bastogne in de museums komt van de Tweede Wereldoorlog, en dan praat je over de Holland Campaign, dan zie je altijd wel een foto van deze poort met Dick Winters onder die poort. Dick Winters is de hoofdrolspeler eigenlijk uit de serie Band of Brothers. En die hebben mede ervoor gezorgd dat de Betuwe toch een stukje beroemdheid heeft gekregen. Een hoofdstuk van Band of Brothers speelt zich helemaal hier af. Dit is dan een tijdelijk hoofdkwartier. Waar Dick Winters dan ook zit, speelt. En dat is een hele mooie foto, omdat hij met de helm onder deze poort staat. En het is geweldig dat we hier op deze locatie ook weer mogen zijn. Ja, gewoon uitbeelden wat destijds gebeurd is. En gewoon, ja, ik vind geschiedenis levend houden. Living history. Ik zeg altijd reenactment. Sommige mensen vragen altijd, wat is dat? Nou, het is eigenlijk een toneelspel wat je doet. Uit die tijd wat je doet. Het is niet dat mensen zeggen, ja, soldaatje spelen. Nee, dat is het niet. Want dat is heel wat anders. We doen het jaarlijks. Ieder jaar wel in een ander dorp. Zodat we ook daar weer de lokale bevolking, de historische verenigingen en dergelijke erbij kunnen betrekken. De scholen. Zo zijn we een rondtrekkend geheel om maar zoveel mogelijk bekendheid te krijgen. Hier in deze regio, maar ook verder buiten. Nou ja, er zijn Duitsers zijn er natuurlijk, een Duitse reenactment en het geallieerde reenactment. Die gewoon, hoe precies weet ik nog niet wat ze gaan doen. Ze zullen wel een soort front gaan vormen en dan naar elkaar toe. Ja, het terrein is natuurlijk vrij klein. Je kan het natuurlijk niet vergelijken met een echte oorlogstoestand. Dan is het natuurlijk vele malen verder natuurlijk. Maar dat is een van de dingen wat gaat gebeuren. Dit weekend hebben we een groot kampement, militair kampement, zoals het er toen uitzag. Ook met burgers, dus mensen die de evacuatie uitbeelden, verzetsmensen. Er worden wapendemonstraties gegeven, dus met knal, zonder kogel. Mock battles, zogenaamde schijngevechten, ook weer met de knallen. Er doen wat tanks aan mee, wat voertuigen aan mee. Zo realistisch mogelijk beeld wordt er gegeven van zoals het daar toen aan toe ging. Ja, met losse flodders wordt er geschoten. Dat is zeer zeker de bedoeling. Ja, want anders dan, ik kan niet voorstellen, iedereen loopt te roepen, pang, pang, pang. Dat werkt niet. Het evenement is van 9 tot 13 oktober.